jaar wordt voor de 20ste keer de Amsterdam Gay Pride gehouden. Het belooft weer een groot spektakel te worden. Het is weer een fantastisch programma geworden, zoals te lezen in onze festivalkrant die nu in heel Amsterdam ligt. En zaterdag natuurlijk het hoogtepunt, de botenparade. Dit jaar weer heel veel mooie inschrijvingen, waaronder een livestreamboot. Iedereen die niet aanwezig kan zijn, kan vanuit huis zelf interactief, alsof ze op de boot staan, meekijken. We hebben een vluchtelingenboot, we hebben een HV Querido-boot, waarmee we aandacht vragen voor zwerfjongeren in Nederland. En we hebben voor dit jaar het eerst de Koningsrijksboot. Dit jaar doen er 80 boten mee aan de botenparade, waaronder dus voor het eerst de Koninkrijksboot. Amsterdam Gay Pride, Curaçao Pride, Sint Maarten Pride en Aruba Pride. Daarmee vragen we aandacht voor gelijke rechten binnen het Koninkrijk. Bijvoorbeeld zoals we vorig jaar de Marokkaanse boot hadden. Het wordt weer druk in de stad. Met honderdduizenden bezoekers doet de organisatie samen met de politie en de gemeente Amsterdam er alles aan om het evenement in goede banen te leiden. Maar het blijft opletten. Tijdens de Gay Pride is het inderdaad heel erg druk in de stad. Dus veel mensen lopen dicht bij elkaar en zakrollers krijgen dan de kans om toe te slaan. En vervolgens ook weer ongezien er vandoor te gaan. Dus zakkenrollerij heeft een hoge prioriteit bij de politie. Wat we onder andere doen is agenten in burger laten surveilleren, zodat de kans dat we zakkenrollers op heterdaad aanhouden groter is. We willen de mensen vragen die de Gay Pride bezoeken om een Find My Phone app te installeren op hun smartphone. Met behulp van die app kunnen we de locatie bepalen van de telefoon als die gestolen is. En dat vergroot weer de kans dat wij de zakkenroller kunnen aanhouden, maar ook hopelijk de telefoon weer terug kunnen geven aan de eigenaar. Naast de druk bezochte botenparade is er op zondag het slotconcert van de Gay Pride op het Rembrandtplein. Sinds vorig jaar hebben we een heus mensenrechtenconcert, een van de allereerste prides in de hele wereld. Waarmee we aandacht vragen voor gelijke rechten voor iedereen in de hele wereld. En we doen dat met heel veel internationale artiesten, nationale artiesten. En ook met een smeu van activisme en ook even laten weten waarom we eigenlijk Gay Pride hebben. Wilt u meer weten over de bereikbaarheid van de stad tijdens de Gay Pride? Kijk dan op amsterdam.nl/gaypride.